Hallo allemaal, wat fijn dat jullie weer kijken. Het is ondertussen alweer de derde zondag van de 40 dagen tijd. We komen steeds een stapje dichter bij Pasen. Hoe is het bij jullie? Hebben jullie al een beetje ruimte gemaakt voor Pasen, thuis en in je hoofd? Vandaag gaan wij weer luisteren naar een mooi verhaal en heeft Jacqueline weer een leuke knutsel voor ons. Maar ik dacht om aan het begin maar eens even te kijken in die la van mij. Want weten jullie nog, ik had daar iets in zitten wat ik aan jullie wou laten zien. Maar het is nog steeds een beetje een rommeltje. Kijk maar mee. Oh, eerst dit er maar eens even uithalen. Kijken wat dit is. Het zijn zaadjes voor in de tuin. Vlindertuin, dat klinkt goed. Moet jullie eens kijken, want we hebben hier in de kerken een ontzettend mooie tuin. Heel groen, er wordt ook altijd heel goed voor gezorgd door onze tuinmannen. Het wordt natuurlijk weer lente. En dan worden onze tuinen weer mooi, kleurig. Alles gaat weer groeien en bloeien. Terwijl het eerst allemaal zo door en dood was en bruin. Nou, ik ben wel blij dat het weer lente wordt. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Ik heb in mijn eigen tuin thuis heb ik een vijgenboom geplant. En ik ben heel benieuwd of die dit jaar nou eindelijk vrucht gaat dragen. En daar staat er in de Bijbel ook een verhaal over een vijgenboom. En dat wil ik graag even aan jullie voorlezen. Luister maar mee. Op een dag vertelt Jezus dit verhaal. Er was dus een man met een mooie tuin. Iedere dag liep hij in zijn tuin en genoot van de mooie bloemen en planten. De bomen en struiken bloeiden er. En er groeiden bessen, peren en appels aan. Hij plukte wat bessen en proefde. Oh, heerlijk! Maar de man ging ook eens kijken bij de vijgenboom. Hij had wel zin in een lekkere vijg. De man zocht tussen de bladeren van de boom. Maar de vijgenboom had geen vruchten. Alleen maar een heleboel bladeren. Bam, mopperde de man. Wat een stomme boom. Hij staat hier al 3 jaar. En na al die jaren groeit er niet één vruchtje aan. Hij riep de tuinman erbij. Hé, deze boom moet je maar omhakken, zei de man. Het is een boom van niks. Hij neemt een hoop ruimte in met zijn grote bladeren, maar daar groeien geen vruchten aan. Weg ermee. Hij wilde al weglopen naar de schuur om een bel te halen. De tuinman schrok. Oh, maar meneer, zei hij snel, dit is toch een prachtige boom? Hij is in een paar jaar tijd zo hard gegroeid. En kijk eens hoe mooi hij in het blad staat. Ja, ja, zei de man van de tuin, dat zie ik ook wel, maar ik wil vruchten. Lekkere, sappige vijgen. En die groeien nog steeds niet aan deze boom. Dus, we hakken hem om, we kunnen de grond wel beter gebruiken. Hij liep weg. Maar meneer, riep de tuinman hem na, laten we nog 1 jaartje proberen. Ik zal de boom extra mest geven en extra goed verzorgen. Misschien kunt u volgend jaar wel vijgen eten van deze boom. Als er volgend jaar nog geen vijgen zijn, dan zal ik hem omhakken. De man van de tuin keek nog eens naar de boom en toen naar de tuinman. Nou, vooruit dan maar, zei hij. Zorg jij nog maar extra goed voor deze boom dit jaar. We zullen het nog 1 jaartje proberen. Het is eigenlijk wel een mooi verhaal zo op weg naar Pasen. Het gaat over dat we geduld moeten hebben. En dat is soms best wel lastig, vind ik. Bijvoorbeeld als ik iets moeilijk vind en Ik moet daar dan heel hard voor oefenen. Dan denk ik soms wel eens, nou, laat maar zitten. Maar dit verhaal zegt eigenlijk, zet nog even door. Hou vertrouwen en blijf gewoon proberen. En dat geduld hebben, dat moeten wij natuurlijk ook hebben op weg naar Pasen. Al die weken dat we ons klaarmaken, dat we ruimte daarvoor gaan maken. Dan moeten we natuurlijk ook iedere winter hebben. Als we wachten tot het moment komt dat er eindelijk weer blaadjes aan de bomen komen. Dat het weer lekker wordt. Dat er bloesem komt. Jacqueline heeft voor ons een knutsel bedacht die daar wel een beetje bij past. Het heeft te maken met een dorre tak. Kijken jullie mee? Hoe gaat het met jullie? Hebben jullie al veel snoepjes in je snoeppotje en veel centjes in je centenpotje? Ik ben heel benieuwd. Voor deze week hebben we gemaakt versiering voor een paastak. Een paastak kan je kopen bij de supermarkt of bij de bloemist. Maar je kan ook kijken in de tuin of in het bos. Een mooie tak zoek je dan. En daar gaan we mooie dingen aan maken om eraan te hangen. Voor Pasen natuurlijk. Wat ik heb gemaakt. Kijk. Ik heb
van geel, wat beetje steviger papier, heb ik eitjes gemaakt en die heb ik versierd. Deze is met glittersteentjes. En dan heb ik er eentje met pompoenetjes. En ik heb er nog eentje met stickertjes. Kijk, vlinderstickertjes. Hartstikke schattig. Dus, oh, en nog eentje. Kijk, met die tapejes. Verschillende tapejes, ook met Pasen. Helemaal leuk. Verder heb ik gemaakt. Ik was toch bezig met de kartonnetjes. Kijk, twee kartonnetjes op elkaar. Twee blauwe rondjes. Daartussen heb ik een touwtje geplakt. Een snaveltje gegeven. En een veertje eraan. Dus heb ik ook een ontzettend leuk vogeltje om in de tak te hangen. Echt super makkelijk om te doen. En echt heel schattig. Maar het allerleukste, althans dat vind ik, zijn mijn paradijsvogels. Kijk, van een wasknijper heb ik gemaakt een paradijsvogel. Zo noem ik het maar. Twee oogjes erop geplakt. Hele leuke veren. En een snaveltje eraan. En dan kan je hem zo klemmen op die tak. Superleuk. Ik heb een roze. Ik heb een blauwe. Met een rood veer. En ik heb een witte. En mama heeft vast nog wel een paar wasknijpers. Je hoeft niet per se een zo'n gekleurde wasknijper. Je kan ook gewoon een houten wasknijper nemen. En die kan je dan ontzettend makkelijk versieren. Is ook nog eens een keer heel leuk om te doen. Dat was het weer voor deze week. En ik zie jullie volgende week heel graag weer terug. Hele fijne week. Dag, dag. Dankjewel Jacqueline, dat ziet er echt super leuk uit. Nou, als wij thuis nou ook allemaal onze takken zo mooi gaan versieren, dan brengen we Pasen en de vrolijkheid van Pasen alvast een beetje in onze huizen. Nou, dan zijn we alweer aan het eind gekomen van het filmpje van vandaag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer en nu willen we met elkaar bidden. Lieve God, we willen u vragen, wilt u bij ons zijn? Als we het moeilijk vinden om vertrouwen te hebben. Als we het moeilijk vinden om te wachten en door te zetten. Wees bij ons en wees bij de mensen om ons heen. Help ons om elkaar te helpen. Vandaag en alle dagen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.